Ronald Snijder, u bent fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. En u bent een belangrijk man in Rotterdam en omstreken, want morgen is er een gemeenteraadsvergadering waarin wordt besloten over de vraag of er een nieuwe Kuip komt. En nou wil het geval dat uw stem van uw fractie doorslaggevend is. Dus ik zou zeggen, zeg het maar, komt die nieuwe Kuip er of niet? Als het aan ons ligt, niet. U gaat tegen het plan? Wij gaan unaniem tegenstemmen, ja. De hele fractie van Leefbaar Rotterdam, 14 stemmen in totaal, zal tegenstemmen. U heeft daar vanavond over vergaderd, ja. En heeft besloten dat u het niet gaat doen. Ja, dat hebben wij besloten. Waarom niet? Wij vinden het risico dat wij als gemeente lopen bij deze garantstelling van 165 miljoen euro, vinden wij te groot. Het gaat om een garantstelling van, ja, wat zeg ik, 165 miljoen. Ja, want er is een plan gemaakt, hè, en gevraagd is of de gemeente dan voor dat bedrag garant wil staan. En u zegt, dat gaan we niet doen. Nee, en we zien ook dat het draagvlak om die garantstelling af te geven onder de Rotterdamse bevolking laag is. En het is heel slecht uit te leggen aan de Rotterdammers waarom je dit zou moeten doen. Nou, dan ben ik een liefhebber van de Kuip. Dus nog even de vraag toch van, als u tegenstemt, hè, dat heeft u vanavond besloten. Ja. Is het dan morgen ook een gelopen race tegen? Ik verwacht dat het dan een gelopen race is, ja. Hij komt er morgenavond niet. Dan komt hij er morgenavond niet. Want even voor de helderheid, VVD, CDA en Partij van de Arbeid zitten in het college met D66. Ja. Maar D66 heeft laten weten, wij gaan niet mee. En dus was daarom uw stem doorslaggevend. Ja, want van de 45 stemmen die er dan zijn, zullen er, als het goed is, dan 24 stemmen tegen zijn. En dan wordt het afgeschoten. Ja, en het kan niet zo zijn dat een andere partij, bijvoorbeeld de SP, dan te hulp schiet? Ik kan me niet voorstellen. Nee. U kunt het zich niet voorstellen. Waarom niet? Nee, dat is zo duidelijk. Ook in de pers hebben ze zich uitgelaten tegen die plannen. Dus deze partijen zullen voet bij stuk houden. En die gaan echt tegen het besluit stemmen. Ja. Het is puur een financieel argument. Dat u zegt van dat bedrag, garantstelling betekent niet dat je het kwijt bent. Hè? Het kan best zijn dat het heel erg meevalt en dat je nauwelijks wat kwijt bent. Klopt, maar er zit natuurlijk een risico aan. En we hebben uitgebreid als gemeenteraad naar die risico's gekeken. We hebben ook allerlei second opinions gevraagd van gerenommeerde bureaus om daarnaar te kijken. En dat hebben wij allemaal heel goed bestudeerd, ook als fractie. Daar hebben we heel veel over gediscussieerd. En als je dan naar die risico's kijkt dan vervolgens ook bedenkt, hè, van wat zou het argument kunnen zijn om dan toch voor dat risico te kiezen? Feyenoord zegt, we moeten mee, want als je het niet doet, dan haken we af bij de top Nou ja, van Nederland. De politiek wordt gezegd door de voorstanders, door dit college, die zetten heel sterk in op de maatschappelijke effecten die de Kuip zou hebben in Rotterdam-Zuid, want hij komt in Rotterdam-Zuid. Ja. En men zegt dan dat er enorme vliegwieleffecten zijn met positieve effecten op de omgeving. Mensen gaan weer bewegen. Er is sprake van obesitas in de omgeving in Rotterdam-Zuid. Dat gaat ook verdwijnen. Nou, Leefbaar Rotterdam heeft vanaf het begin af aan gezegd van, vergeet dat maar, dat is wensdenken. Dat is voor ons geen argument. Wij hebben altijd gezegd, wij gaan puur kijken naar de inhoud. Het gaat om een stadion. En als je dan kijkt naar dit plan, dan ga je vervolgens ook denken, zijn er ook alternatieven? Is er serieus gekeken naar alternatieven? Ja, een van de alternatieven was een derde ring erop, hè? Nee, ik bedoel met dit alternatief het alternatief van renovatie. Ja, oké. En dat is inderdaad de derde ring erop, renovatie. Ja. Er is een groep mensen gekomen onder de naam Red de Kuip. Amateurs, maar amateurs die zich hebben omringd met echte gerenommeerde architecten, bouwkundigen, et cetera. En u zegt, die hebben eigenlijk een beter plan? Nou, ook bij de Second Opinion is er uitgekomen dat plan van Red de Kuip zeker niet kansloos is. Ze zijn later ingeschoven in het proces. Maar, zegt ook de Second Opinion, als je optimalisatieslagen gaat uitvoeren op dat plan, dan zou renovatie wel eens een hele goede optie kunnen zijn. Oké, u gaat nu allemaal moeilijke woorden gebruiken. U noemde het argument, het is crisistijd, hè, daarom nu niet garant staan. Ja. De Kuip zelf werd ook gebouwd in crisistijd. Laten we daar even naar kijken. Ja. Mogen in dit stadion velen van eerlijke kracht meten en goede kameraadschap genieten. Dat moet u als Feyenoord supporter toch vreselijk goed doen. Ja, ik vind prachtige beelden. Ja. En met dat achtergrondmuziekje. Ja, maar toen was het crisis en hebben ze de moed gehad om het toch te doen. Ja. En daar hebben ze nog steeds profijt van, veel Rotterdammers. Ja, de Kuip is een schitterend gebouw. Dat vinden inderdaad heel veel Rotterdammers. Ja, dus in die zin hebben we daar heel veel profijt van gehad dat ze destijds deze beslissing hebben genomen. Ja. Is er vandaag nog druk op u uitgeoefend door het college? Hebben ze nog geprobeerd u om te praten? Er is de afgelopen weken, maanden door een heleboel mensen contact met mij gezocht. Voorstanders, tegenstanders.
Dus, tot vandaag toe? Tot vandaag toe, ja. Absoluut. Dat heeft maanden aangehouden. Nu zegt de voetbalclub Feyenoord, we hebben dat stadion nodig, want we hebben meer geld nodig. Hè. We zitten in een competitie in Nederland alleen al met Ajax, PSV, en ook met Twente en Vitesse in het buitenland al helemaal. We hebben zo'n stadion nodig om inkomsten te genereren. Dus anders haken we af in Rotterdam. Ja, nou, dan zeg ik van, als je kijkt naar die renovatie, hè, de renovatie van Rians van Rettenkuip, en je maakt de optimalisatieslagen in, dan zou het kunnen zijn dat je dat met die renovatie ook voor elkaar gaat krijgen. Dan zou het kunnen zijn dat... Ja, want zoals ik al zei, de plannen van Rettenkuip zijn later in beeld gekomen. Dus die hebben een achterstand op de plannen van het nieuwe stadion. Dus in die zin vind ik dat dat nog niet echt helemaal uitgekristalliseerd is. Maar die kans moet er zijn. Want nogmaals, dan gaat het om een veel kleiner bedrag. Ja. En dan zou de gemeentelijke bijdrage, of in ieder geval de garantstelling, ook vele malen lager zijn. Ja. Dat en vind ik een serieuze optie. Ja, want als Ronald Koeman vandaag een appel op u doet, dat heeft hij gedaan natuurlijk, vanuit sportiviteit van Feyenoord, gaat er dan iets, u niet iets branden, bloeien, groeien? Ja, maar er zijn een heleboel mensen die een appel doen, zowel voor als tegen. En bij al die mensen let ik goed op wat ze zeggen en analyseer ik. Maar nogmaals, ja, ik krijg heel veel mensen die een appel op mij doen. Maar het verhaal is gewoon niet klaar, dat zeg je eigenlijk. Het is geen discussie over renovatie of nieuwbouw, maar het verhaal is gewoon niet klaar. Nee, want dat is wel goed dat u dat zegt, want ik... Leefbaar Rotterdam heeft ook nooit gezegd dat wij per definitie tegen iedere vorm van nieuwbouw zijn. Alleen als je nou werkelijk een icoon wil neerzetten voor de stad Rotterdam, dan is het plan dat nu voor ligt, het nieuwe stadion, is dat icoon niet. En waarschijnlijk is de plek waar die gaat komen ook niet de plek voor een icoon. Maar zegt u dan eigenlijk, ze hebben hun werk niet goed gedaan, ga op nieuwe plannen maken en kom over een jaar nog eens terug? Ronald Snijder, u bent fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. En u bent een belangrijk man in Rotterdam en omstreken, want morgen is er een gemeenteraadsvergadering waarin wordt besloten over de vraag of er een nieuwe Kuip komt. En nou wil het geval dat uw stem van uw fractie doorslaggevend is. Dus ik zou zeggen, zeg het maar, komt die nieuwe Kuip er of niet? Als het aan ons ligt niet. U gaat tegen Wij gaan unaniem tegenstemmen, ja. De hele fractie van Leefbaar Rotterdam, 14 stemmen in totaal, zal tegenstemmen. U heeft daar vanavond over vergaderd en heeft besloten dat u het niet gaat doen. Ja, dat hebben wij besloten. Waarom niet? Wij vinden het risico dat wij als gemeente lopen bij deze garantstelling van 165 miljoen euro, vinden wij te groot. Het gaat om een garantstelling van, ja, wat zeg ik, 165 miljoen. Ja, want er is een plan gemaakt en gevraagd is of de gemeente dan voor dat bedrag garant wil staan. En u zegt, dat gaan we niet doen. Nee, en we zien ook dat het draagvlak om die garantstelling af te geven onder de Rotterdamse bevolking laag is. En het is heel slecht uit te leggen aan de Rotterdammers waarom je dit zou moeten doen. Ja, nou ben ik een liefhebber van de Kuip, dus nog even de vraag toch van, als u tegenstemt, hè, dat heeft u vanavond besloten, is het dan morgen ook een gelopen race tegen? Ik verwacht dat het dan een gelopen race is, Hij komt er morgenavond niet. Dan komt hij er morgenavond niet. Want even voor de helderheid, VVD, CDA en Partij van de Arbeid zitten in het college met D66. Ja. Maar D66 heeft laten weten, wij gaan niet mee. En dus was daarom uw stem doorslaggevend. Ja, want van de 45 stemmen die er dan zijn, zullen er, als het goed is, dan 24 stemmen tegen zijn. En dan wordt het afgeschoten. Ja, en het kan niet zo zijn dat een andere partij, bijvoorbeeld de SP, dan te hulp schiet? Ik kan me niet voorstellen. U kunt het zich niet voorstellen. Waarom niet? Nee, dat is zo duidelijk. Ook in de pers hebben ze zich uitgelaten tegen die plannen. Dus deze partijen zullen voet bij stuk houden. En die gaan echt tegen het besluit stemmen. Ja. Het is puur een financieel argument. Dat u zegt van dat bedrag, dat garantstelling betekent niet dat je het kwijt bent. Hè? Het kan best zijn dat het heel erg meevalt en dat je nauwelijks wat kwijt bent. Klopt, maar er zit natuurlijk een risico aan. En we hebben uitgebreid als gemeenteraad naar die risico's gekeken. We hebben ook allerlei second opinions gevraagd van gerenommeerde bureaus om daarnaar te kijken. En dat hebben wij allemaal heel goed bestudeerd, ook als fractie. Daar hebben we heel veel over gediscussieerd. En als je dan naar die risico's kijkt dan vervolgens ook bedenkt, hè, van wat zou het argument kunnen zijn om dan toch voor dat risico te kiezen? Feyenoord zegt, we moeten mee, want als je het niet doet, dan haken we af bij de top Nou van In de politiek wordt gezegd, door de voorstanders, door dit college, die zetten heel sterk in op de maatschappelijke effecten die de Kuip zou hebben in Rotterdam-Zuid. Want hij komt in Rotterdam-Zuid. Ja. En men zegt dan dat er enorme vliegwieleffecten zijn met positieve effecten op de omgeving. Mensen gaan weer bewegen. Er is sprake van obesitas in de omgeving in Rotterdam-Zuid. Dat gaat ook verdwijnen. Nou, Leefbaar Rotterdam heeft vanaf het begin af aan gezegd van, vergeet dat maar, dat is wensdenken. Dat is voor ons geen argument. Wij hebben altijd gezegd, wij gaan puur kijken naar de inhoud. Het gaat om een stadion.
En als je dan kijkt naar dit plan, dan ga je vervolgens ook denken, zijn er ook alternatieven? Is er serieus gekeken naar alternatieven? Ja, een van de alternatieven was een derde ring erop, hè? Nee, ik bedoel met dit alternatief het alternatief van renovatie. Ja, oké. Okay. En dat is inderdaad de derde ring erop, renovatie. Ja. Er is een groep mensen gekomen, onder de naam Red de Kuip. Amateurs, ja. Maar amateurs die zich hebben omringd met echte, gerenommeerde architecten, bouwkundigen, et cetera. En u zegt, die hebben eigenlijk een beter plan? Nou, ook bij de Second Opinion is er uitgekomen dat dat plan van Red de Kuip zeker niet kansloos is. Ze zijn later ingeschoven in het proces. Maar, zegt ook de Second Opinion, als je optimalisatieslagen gaat uitvoeren op dat plan, dan zou renovatie wel eens een hele goede optie kunnen zijn. Oké, u gaat nu allemaal moeilijke woorden gebruiken. U noemde het argument, het is crisistijd, hè? Daarom nu niet garant staan. Ja. De Kuip zelf werd ook gebouwd in crisistijd. Laten we daar even naar kijken. Ja. Mogen in dit stadion velen van eerlijke kracht meten en goede kameraadschap genieten. Dat moet u als Feyenoord supporter toch vreselijk goed doen. Ja, ik vind prachtige beelden. Ja, ja. Ja, ik zit echt te genieten. Ja. En met dat achtergrondmuziekje. Ja, maar toen was het crisis en hebben ze de moed gehad om het toch te doen. Ja. En hebben ze nog steeds profijt van, veel Rotterdammers. Ja, de Kuip is een schitterend gebouw. Dat vinden inderdaad heel veel Rotterdammers. Ja, dus in die zin hebben we daar heel veel profijt van gehad dat ze destijds deze beslissing hebben genomen. Ja. Is er vandaag nog druk op u uitgeoefend door het college? Hebben ze nog geprobeerd u om te praten? Er is de afgelopen weken, maanden door een heleboel mensen contact met mij gezocht. Voorstanders, tegenstanders. Dus, tot vandaag toe, absoluut. Dat heeft maanden aangehouden. Nu zegt de voetbalclub Feyenoord, we hebben dat stadion nodig, want we hebben meer geld nodig. Hè? We zitten in een competitie in Nederland alleen al met Ajax, PSV, hè? Ook met Twente en Vitesse in het buitenland al helemaal. We hebben zo'n stadion nodig om inkomsten te genereren. Dus anders haken we af in Rotterdam. Ja, nou, dan zeg ik van, als je kijkt naar die renovatie, hè, de renovatie van Riant van Redde Kuip, en je maakt de optimalisatieslagen in, dan zou het kunnen zijn dat je dat met die renovatie ook voor elkaar gaat krijgen. Heel veel zin, dan zou het kunnen zijn dat. Ja, want zoals ik al zei, de plannen van Redde Kuip zijn later in beeld gekomen. Dus die hebben een achterstand op de plannen van het nieuwe stadion. Dus in die zin vind ik dat dat nog niet echt helemaal uitgekristalliseerd is. Maar die kans moet er zijn. Want nogmaals, dan gaat het om een veel kleiner bedrag. Ja. En dan zou de gemeentelijke bijdrage, of in ieder geval de garantstelling, ook vele malen lager zijn. Ja. Dat en vind ik een serieuze optie. Ja, want als Ronald Koeman vandaag een appel op u doet, dat heeft hij gedaan natuurlijk, vanuit sportiviteit van Feyenoord, gaat er dan iets branden, bloeien, groeien? Ja, maar er zijn een heleboel mensen die een appel doen, zowel voor als tegen. En bij al die mensen let ik goed op wat ze zeggen en analyseer ik. Maar nogmaals, ja, ik krijg heel veel mensen die een appel op mij doen. Ja, het verhaal is gewoon niet klaar, dat zeg je eigenlijk. Het is geen discussie over renovatie of nieuwbouw, maar het verhaal is gewoon niet klaar. Nee, want dat is wel goed dat u dat zegt, want Leefbaar Rotterdam heeft ook nooit gezegd dat wij per definitie tegen iedere vorm van nieuwbouw zijn. Alleen als je nou werkelijk een icoon wil neerzetten voor de stad Rotterdam, dan is het plan dat nu voor ligt, het nieuwe stadion, is dat icoon niet. En waarschijnlijk is de plek waar die gaat komen ook niet de plek voor een icoon. Maar zegt u dan eigenlijk, ze hebben hun werk niet goed gedaan, ga op nieuwe plannen maken en kom over een jaar nog eens terug? Ze hebben hun werk niet goed gedaan. En nogmaals, ik vind dat de renovatievariant moet veel beter bekeken worden. En vervolgens, als je dan besluit om toch te gaan voor een icoon, ga dan echt voor een icoon. Maar het plan dat er nu ligt, is dat icoon niet. En er zitten te grote risico's aan vast met een te grote commitment middels de garantstelling van de gemeente Rotterdam. Even nu het vervolg. Morgen wordt dus de nieuwe Kuip wordt afgestemd. Ja. Betekent dat automatisch al dus een keuze voor renovatie van de oude Kuip? Of ligt dan alles weer op zijn gat? Nee, dan ligt eigenlijk alles open. Want wij gaan puur stemmen. Wij gaan niet over renovatie. Nee. Wij gaan over de garantstelling als gemeenteraad van Rotterdam. Dus als wij tegen deze garantstelling stemmen, dan ligt het in die zin even weer terug bij af. Maar dan kan BMW weer met een nieuw voorstel komen voor een nieuwe Kuip, maar anders gefinancierd en zo. Dat zou kunnen. Nou, wat ik hoop dat er gaat gebeuren, is dat nu pas op de plaats wordt gemaakt, dat er eigenlijk een nieuw team mensen dat in staat is wel draagvlak te creëren voor een nieuw plan. Of dat renovatie is of een nieuw icoon, laat ik even in het midden. Maar dat ze die draagkracht kunnen losmaken.
En dat ze vervolgens echt met een open vizier gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. En dan vervolgens met een plan. Ik zie hier Ronald Plasterk Filijn kijken. Ik schat zomaar in dat u een fan van Ajax bent. Nou, je moet het toch... Ik zit meer te denken van, heeft u dan vandaag die knoop doorgehakt? Want u zegt, er is wekenlang op u ingepraat. En nu klinkt u alsof, alsof het heel helder is. Ja. Maar toch is het pas vanavond gebleken. Nee, wij zijn oversteld met informatie. Veel informatie is ook relatief laat aangeleverd. Vooral ook die second opinions. En dat zijn echt hele pakken papier. En nog heel vrij technisch ook. Ik ben zelfs afgelopen maandag nog... bij een van de bureaus langs geweest om nog nadere duiding te krijgen voor zijn second opinion. Ja. Dus ik wil echt, heb ik ook altijd van het begin af aan gezegd, ik wil echt alle informatie als Leefbaar Rotterdam tot me nemen. En pas als ik het idee heb dat ik echt alle informatie tot me heb genomen en we hebben dat als een hele fractie bekeken en bediscussieerd, dan pas op dat moment moet je een beslissing nemen. En dat hebben we vandaag gedaan. Wordt het een leuk verkiezingsonderwerp volgend jaar? Volgend jaar zijn er verkiezingen, misschien een referendum eraan koppelen? Ja, nou ja, ik heb ook al direct gezegd, en Leefbaar heeft het direct gezegd, wij vinden dit onderwerp eigenlijk zo belangrijk voor Rotterdam, dat ik wil hier eigenlijk niet naar kijken met in mijn achterhoofd van ja, wat gaat dit nou doen voor coalitieverhoudingen? Ik ga je wel vragen van hoe destijds het beslissingsproces tot stand is gekomen om die Feyenoord-Kuip wel te bouwen. Dat ging vast niet op deze manier. Dat ging niet via herinneren. Nee, maar ik vind wel, nogmaals, wat ik zei, om in mijn achterhoofd allemaal politiek te hebben van ja, wat zou die keuze nou uitmaken voor coalitieverhoudingen en voor onze kansen in verkiezingen. Okay. Ik vind dit is gewoon te belangrijk om die gedachte te hebben. Ajax-fans, PSV-fans en Feyenoord-fans aan tafel houden hun adem in en gaan kijken wat er